Ja, ze hebben teksten over leuke meisjes, over dat ze even een woppertje gaan halen 's avonds. Breda Nu. De Mes is sinds gisteren heropend, na de grote verbouwing. Wij vroegen ons af wat de mensen in Breda vonden, wat er voor nieuwe artiesten in moeten komen optreden. Rappers zoals Yo Silvio. Diggy Dex. Ja. Rotterdamse artiesten. En welke Rotterdamse artiesten? Ik zou kijken naar Delict of zo. Dat is een bandje uit Rotterdam, is al jaren bekend, in Rotterdam dan. En ze zijn bezig met een grote comeback te maken in Nederland. Dus, en ze zijn super grappig, ze hebben echt wel goede teksten. En hij heeft echt talent. Nou, we zijn niet zo dat er outgoing zijn en naar theatertoestanden gaan, dus ik weet het niet. Misschien Direct. Ik weet niet of die daar terecht kan. Maar een goede rockband zou wel prettig zijn. Ja. Ja. Ja, hetzelfde. Ik heb ongeveer dezelfde smaak als hij. Dus, Ik denk wel Ronnie Flex. Lil Kleine. Waarom die artiesten? Omdat ik ze goed vind, ja. Heel veel eigenlijk. Misschien metalartiesten, rockartiesten. Welke? Wat me nou even te binnen schiet, De Staat. Misschien, dat zou wel leuk zijn. Rob de Nijs, denk ik, ja. Rob de Nijs? Ik heb kan gekeur. Nu nog, hè? En dan waarom Rob de Nijs? Nou, ik vind hem goed. Ik ben laatst ook naar een concert geweest en ja, het was leuk. Misschien The Birthday Massacre? Omdat ze nogal een kleine groep fans hebben en dat kan de Mes wel aan. Kraantje Papi, dat is een beetje hip-hop, dat soort soort. En waarom dat soort artiesten? Omdat dat toch veel jeugd trekt en de jeugd toch altijd wel wat meer mag hebben in Breda. Op dit moment doen heel veel artiesten een soort van clubtour. En ik merk heel erg dat het altijd in, hoe heet dat bij Nijmegen ook weer? De Don Roosje, ja, en 013 is, maar nooit zeg maar iets in Breda. Nee. Dat hij best bekend is en ja, ook goed, naar mijn mening. Ja, ze hebben teksten over leuke meisjes, over dat ze even een woppertje gaan halen 's avonds. Het zijn niet echt van die afbrandteksten van andere mensen, maar gewoon ja, normale rapteksten. Ik denk dat de Mes zeg maar, op dit moment nog niet echt clubtours heeft gehad in de Mes. Zeg maar. Ik denk dat de Mes voornamelijk artiesten boekt waarbij ze denken dat die het goed gaan doen, maar nooit dat een artiest in een clubtour Breda er ook bij betrekt. Dus ik weet dan niet of het aan de Mes ligt of aan een artiest, maar...